Dit is mijn passie. Die fiets is mijn redding. Dat is echt mijn redding. Het viool speelt toch wat anders, zie je toch? Met die, het speelt allemaal mee, die hand en zo, maar dit. Dit is gewoon vroeger altijd gewielrend. Ik dacht dat het nooit meer terug zou komen. Nooit meer. Vooral na de periode niet van drinken en noem maar op. Drugs en die ziekte erbij. Toen ben ik weer begonnen en nu is het echt een... Jongetje, klein jongetje voel ik me. Jong jongetje, die pas een nieuwe fiets heeft. Zo scherzig, Hanna heeft dan die boekjes gekocht waar die fietsen in staan en onderdelen. Dus ik krijg uren zit ik in een boek naar remmetjes en boutjes en stuurpennen. En dan ben ik helemaal blij. Iedere avond poetsen dat ding. En dat doe je het liefst hier in Frankrijk? Ja, natuurlijk. Kijk eens om je heen. Maar fietsende zigeuner is toch heel bijzonder, zou je zeggen? Dat kun je wel zeggen. Ja, ik denk ook dat heel veel mensen dit zien. Dan denken we, nou. Kijk, hij is in zijn pakkie. Maar ja, dit pakkie is wel mijn redding geweest. Weet je, anders hebben ze me nooit meer gezien. Zelfs niet in een pakkie. Dan was ik ook in een ander pakkie gelegen. Dat is al afgelopen geweest. Vrije tijd ben ik nooit met muziek bezig. Nee. Ik raak de viool ook niet aan. Als ik niet hoef te spelen of geen les hoef te geven, raak ik de viool niet aan. Dus als je me nou vraagt, ik heb je al een half jaar geleden voor het laatst die spelen, heb je nog gespeeld in het half jaar? Ik zeg nee, dan zeg ik hem nee, maar dan heb ik hem ook niet aangeraakt. Dat doe ik dus niet. Hoe komt dat? Dat is toch nog een beetje... Ja... Toen het allemaal begon met die hand, hè. Dan was je alweer bang als je de kist zag, als je hem open moest maken in de viool, denk je dan, hoe zou het nu gaan? Want dat is iedere keer anders. Maar het is niet zo als jij hier rondfietst dat je inspiratie opdoet om muziek te gaan maken? Nee, zo romantiek is ben ik niet. Ik ga niet in Frankrijk fietsen tussen de koeien stond leuk om inspiratie op te doen om een mooi nummer te spelen. Dat heb ik niet nodig, Bob. Wat is het verhaal van deze viool, Nello? Ja. Ik heb hem ooit een keer gezien toen ik 12 was. Toen woonde ik half in bij een oude barones. Die betaalde mijn studie in die tijd. En daar zat hij in een familie. Die vrouw is overleden. En haar dochter belde me een tijdje geleden op dat ze wat voor me had. Dat is dit. Pietro Antonio della Costa, Treviso, 1741. Leg nou meer.
in de sigaretten. Praat je er ook tegen? Oh, in mijn gedachten wel. Maar ik vind wel dat hij kan kijken, die viool. Ik vind wel dat die F-gaten, dat is een... Kijk maar, nou, als je nou 4 violen naar elkaar legt, dan zie je dat iedere F-gat een andere uitdrukking heeft. Streng, lief, zacht, verdrietig, droevig. Ik vind dat deze viool heel open en kracht uitstraalt, vind ik, qua gezicht. Verbaasd een beetje, opgelucht, zou ik bijna zeggen. Nou ja, dat klopt wel een beetje met wat ik voel voor dat ding natuurlijk. Kun je me eens aanstrijken? Normaal. Dat is echt niet normaal. Of er versterker in zit. Zo intens geluid. Het is zo intens geluid. Het is ongelooflijk, echt. Ik heb nooit zoiets gehoord. Nog nooit niet. Voor je kleinzoon? Ja. Die gaat naar Irak? Nee, ik vind die stoer. Zijn vader heeft ook zo'n shot, weet je. En dan vindt hij altijd mooi als hij hetzelfde heeft als zijn vader. Ik vind het niet zo heel... Ik vind het niet mooi, maar goed, kind. Toch? Mijn moeder die komt met een gezin van 12 kinderen. En we woonden bij mijn moeder in, bij de oma dus. Het was een ontzettend groot gezin en dat kan ik me nog herinneren. Er gebeurde altijd wat. Ja, als we naar bed moesten, moest de muziek aan. Anders sliepen we niet. Dus niet de kinderen gaan naar bed, de muziek af. Nee, muziek aan. En als ik die muziek op zonde, kwam ik meestal de kamer in en moest de plaat op. En dan kon ik slapen. Maar heb jij vroeger op een kamp gewoond? Ja, verschillende. Het ligt eraan waar mijn vader speelde in die tijd, hè. En ik ging mee met mijn moeder en mijn zusje. We stonden in een wagen waar hij speelde, in Roermond of in Den Haag of in Amsterdam. En dus overal. En totdat ze gingen wonen in Arnhem, in huis, gewoon. Maar mis je het niet? Ah. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik mis het niet. Hassel. Kijk eens, alsjeblieft. Ja. Zeg maar dan. Doe maar 2x2 met... Meenemen? Nee. Buitenstaanders idealiseren dat al, romantisch, een woonwagen, en mis je dat niet. En de natuur en het kampvuur en... Ik mis niks. Ik voel me hier prima. Ik heb het helemaal naar mijn zin in Amsterdam. Ik kreeg een viooltje van mijn vader. En die had hij dus opgetuigd. En daar zat ik altijd de plaat zeg maar, van mijn vader op, die had, weet je. Die eerste Mirando LP uit 56. En dan ging ik meestrijken. Maar ik kon mijn vingers natuurlijk, dat was mijn linkerhand, dat was nog niks. Dat kon ik nog niet. Maar mijn vader zag wel dat mijn strijkhand, dat het allemaal die liedjes gewoon een melodie streek. Dames en heren, het Koninklijk Sirenenorkest, Tante Mirando. Eerst voorgespeeld en wou die heel graag. Steeds dezelfde melodie die mijn vader met ons gedaan heb. Ik zei, ken je die melodie nou? Ja, zei hij, ja. Toen heb ik de viool onder zijn kin gedaan. Ik zei, dan mag jij strijken. En dat doe ik met de vingers. Even kijken of hij het gevoel had. De ritme. Dat heb ik een paar keer gedaan. Ja hoor. Van het begin tot het eind. Zat erin. Toen heb ik hem zo'n viooltje gekocht. Ik zei, nou moet je het zelf doen. Ja, tata. Ja, tata. Hij ging met die viool naar bed. Hij stond op. Hij had vriendjes, ging hij even buiten spelen. Met vriendjes kwam hij binnen. Zei die tata, ja,
met violen. Jaar werd ik dus gevraagd voor de Zonnebloem. Dat was toen met radio Alex van Waaienburg. En dan heb ik nog op, dat bandje heb ik nog. En net op die dag, of het zo zijn was, ging mijn viool kapot. Of eerlijk gezegd kapot. Mijn vader had hem kapot geslagen. Ik had niet goed geluisterd en het ging hem allemaal te... We wonen met 18 mensen in dat huis, dus... De een of ander, ja, ging niet meer. Toen sloeg hij kapot. Maar de volgende dag moesten we naar de radio. Dan hebben we het zo opgelost. Ik heb dus, mijn vader heeft die grote viool, zeg maar zo bij mij onder de kin gedaan. En ik hier mijn hand en dan ook proberen nog natuurlijk zelf wat te doen. En zo heb ik dus gespeeld. Dat was mijn eerste optreden, toen was ik 3. Toen Dello jong was, hè? Was je toen een strenge leraar? Nee. Nee. In het begin was ik heel makkelijk. Maar later, toen ging Nello wel eens vals spelen. Toen ging ik tegen hem schrijven en mijn vrouw ging tegen mij een keer. Wat schreef je nou tegen de kind? En dan kwam hij thuis, ging hij tegen zijn moeder vertellen. Maar geen gedachte dat Nello met een afwijking geboren was. Had het aan zijn kleine hersenen, die zaten klem. En dan gingen die vingers, die gingen niet meer ver genoeg. Daarom speelde hij die vals. Ja, zo is het verder gegaan natuurlijk. Ik moest van mijn vader, ik zou van mijn vader... Omdat hun dat niet doen, moest ik nooit leren lezen. Dan hou ik eet ze liever. Dus dat ik ze lees. Maar ik had het dan gedaan. Ik ben in het conservatorium terechtgekomen in Den Haag. Van Theo Olof. Theo Olof zat in de jury. Hij kwam binnen met zijn viool. Zei ze, ja, ik ben de zoon van Tati Mirando, ja. Wat speel je? Bach. Heb je blad en muziek bij u? Nee. Zaten ze te lachen aan de tafel. Ik heb geen noten bij me. Maar ken je het wel? Ja. Nou, de pianist moest eerst het blad halen van Bach. En dan moest hij voorspelen. Toen zei hij tegen Olof... Je wordt een fantastische violist. Dat ben je nou al... Maar Bach-muziek moet je spelen als klassiek. En niet als een zigeunerstijl. Maar je kan het wel spelen. Je kan het wel spelen. Studeer maar door, want je wordt geaccepteerd hier op conservatorium. Ja, toen kreeg ik dus problemen met mijn hand. En via onderzoeken en alles zijn ze er dus achter gekomen... dat ik een ruggenmerg aangeboren, een ruggenmerg... ziekte heb, zowel het Arnold-Chiari-syndroom. Nou ja, dan zit je dan als violist, weet je, met een lamme hand. Maar meer dan 70% van hem niet meer doet. Ja, dus die klassieke wereld, dat was het. Maar ik wou dat toch al niet langer. Ik wou vrij zijn. En daarna kreeg hij een inzinking, toen wou hij niet meer. Toen zegt hij, ik ga daar een beetje klassiek staan spelen in de orkestbak. Hij zegt, nee, dat doe ik niet. Ik zeg, ik ben zigeuner en ik ga zigeunermuziek spelen. Toen was het afgelopen. Toen kon hij niks meer doen, wou hij niet meer. Zo ben ik in het orkest van mijn vader terechtgekomen, met mijn ooms. En daar dan uitgegroeid tot prima's. Het is een talentvolle violist geworden. Dus... Mijn broers waren ook allemaal violisten, maar dat is toch wel een van de grootste, hoor. Dan is toch wel een van de grootste. Als die viool speelt, heeft hij zo'n hart. En als je echt van zigeunermuziek houdt en je begrijpt het zigeunermuziek. Zijn viool, als hij wat speelt, dan gaat hij het vertellen. Hij speelt niet gewoon een melodietje, nee, hij vertelt dat. Het verhaal gaat hij je vertellen. En als je het goed begrijpt wat je bedoelt en je begrijpt dat sintomuziek, dan speelt hij je helemaal finaal weg. Thank you.
Ja, dat kan niet. Hij kan het natuurlijk niet helemaal opvangen. Nee, want ik moet hem even vasthouden. Is een grote als je dan de viool vasthoudt, dan kun je misschien. Hij speelt dus een echte zigeuner met ja, Mestra Bianco speelt hij. En dat al voor 3 jaar. Voor 3 jaar. Ja, nou, we zullen eens proberen wat onze kleine Nelle ervan maakt. Ben? Een kleine dubbel. En voor, wie, en, voor wie, en voor wie speel jij? Voor zieke mensen. Voor zieke mensen. Voor zieke mensen? Papa Adolf, nou de viool vasthoudt. Dat is heel mooi, papa. Laten we kijken. Pas aan, man. Hop. Gedaan, hoor. En niet gestaan dat dat of niet zijn kleine viooltje niet had. En de grote viool, dat heb je mooi gedaan. Vond je het erg moeilijk, Nello? Nee. Nee, zeg ik. Zo, vrienden, hebben we onze jongste radiomedewerkster toch wel in ons programma gehad. En Nello, hou je van speelgoed? Hou je daarvan? Nee. Autootje. Dan krijgt hij van Alex van Weinburg toen het afgelopen was. Zei hij, Nello, kijk eens, een mooi cadeautje. Ik heb een auto voor je. Toen zei hij, nee, die heb ik al gekregen van mijn vader. Hoef ik niet. Nee, zegt hij, hou me, hoef ik niet. En dan kwam hij bij en zegt, dat we gaan naar huis. Er wordt een hesje pap, flesje pap. Kon hij niet zeggen, flesje, hesje. Een hesje pap, want ik zei, ja, is goed, we gaan naar huis. Wat een schat van een kind was het. Nou nog, ik ben nog gek op, nog gek op mijn zoon. Des te meer ik nu stem, des te minder hoef ik vanavond te stemmen. We zijn die staren een beetje gewend aan dat rekken, en dan weer terug, een spanning, terug. Dat doe ik expres hoor. En vanavond ga je er voor het eerst op spelen? Voor het eerst, ja. Hoe kijk je daarnaar uit? Zenuwachtig, stom hè. Ik ben nog zenuwachtiger hiervoor, is het mijn eerste optreden concertgebouwsolist. Ik heb nog nooit zo naar een optreden uitgekeken als dit. En meestal, als ik dan binnenkom, dan, als we beginnen te spelen, dan ga ik eerst al de tweede viool spelen, dan ga ik zitten. Kijk, in die leeftijd ben ik nu dat ik dat mag. En dan later, zeg maar, na een pauze. Dan ga ik spelen. Dan ben ik een beetje ingespeeld, een beetje warm. Ja, en dan ben ik benieuwd, hè. Dan ben ik benieuwd. Ja, dat is prachtig. Ja, niet, man. Ik geloof het niet, hoor. Ik krijg nu nog steeds kippenvel, hoor. Als ik hier zit en denk aan die viool die ik heb, krijg ik kippenvel. Of ik mijn adem gaat een beetje hyperventileren. Had ik net ook. Nu weer een beetje, maar... Ja, het is echt niet normaal als zo'n ding met je doet. Echt niet. Waanzinnig. Ja, hè? Toen dacht ik ook in één keer bij mezelf, ja, ik moet nu eigenlijk ook andere kleren hebben om te spelen. Mooie smoking, dacht ik, mooie lakschoenen, mooie vlinderstrekken. Ja, dat verdient zo'n viool, hè?
Graag. Dat ga ik ook doen, hoor. Ik ben een kwart ander pak halen. Andere schoenen halen. Helemaal... Ik heb er gewoon weer zin in. Koude handen. Nou, een beetje... Ik voel me niet zo lekker. In één keer. Toen ik net daar met mijn jas aan stond, toen ik die viool pakte... Toen voelde ik in mijn vinger iets... Ik voelde niet lekker. Dus nu raak ik weer in paniek. Dan denk ik, wat straks speel ik en dan doet die vinger het weer niet helemaal. Maar dan probeer ik maar zoveel mogelijk warm te... Weet je? Je hebt al die vrolijke mensen om je heen. Ik ben wel jaloers, hoor. Maar ik kan je... Sommige mensen die daar nog vrolijk zijn of die... Ja, volle moed de dag beginnen, kan ik niet. Ik ben altijd ergens bang voor. Ik weet niet voor wat. Ik heb wel angst bij me. Ik bel ook wel eens op of ik spreek als een meisje vind, ik ben bang. In één keer. Bang. Als je je zo voelt, geeft die muziek dan geen troost? Jawel. Ik stop me een beetje in die viool, hè, achter die viool. Maar ik dan niet, hoef ik me niet, als ik, wat ik er niet durf te uiten, zeg maar, dan doe ik dat met die viool. Dan moet je ook te bang te zijn wie ik ben. Terwijl het toch je avond is met je viool? Ja, is het ook. Is het ook. Dan zie je toch dat het niet alles is, hè? Kinderen, zitten die ook in de muziek? Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee, moet je niet aan denken. Waarom niet? Nou, hij brengt veel te veel elend met zich mee. Het is bijna niet te overleven in mijn muziek. Wat doet het dan bij en zoek een goede baan, weet je? Ja, het klinkt heel burgerlijk, maar het is niet anders. De romantiek is weg. De romantiek bestaat bijna niet meer. En mijn zoon was ook dupe van allemaal dingen die ik meemaakte met het rot leven. Muziek en horeca en reizen en drank en vrouwen en drugs, noem maar op. Weet je. Nee. Ik ben blij dat mijn jongen dat niet doet. Maar als het dan zo zwaar is, waarom ben je nooit iets anders gaan doen? Omdat ik dat niet kon. Omdat ik verslaafd ben aan die viool en aan die muziek. Dat is maar alles. Thank you.
en dan ga ik naar huis, weet je. Maar dat kan ik ook niet maken. Want er komen straks ook met die jongens van Basel die allemaal. En als ik daar niet ben, kan ik niet maken. Maar als het erger zou worden, dan ga ik wel naar huis. Ik weet het niet. Terwijl je zou zeggen, je kan met je viool vanavond voor het eerst mooi spelen. Ja. Dan moet je toch gelukkig maken? Ja, maar je ziet wat er gebeurt. Dan krijg je weer zo'n... Die, toevallig die vinger die blijft hangen op zo'n avond. Ja, dan stort alles weer in natuurlijk. Ik heb er maar tweeënhalf die je doet. En als die half uitgaat, dan heb ik er echt twee. En dat merk ik. Daar word je ook onzeker van. Morgen naar mijn kleinzoon. Mun. Dan ben ik weer helemaal blij en dan vergeet ik weer alles. Het grootste bezit. Dat is maar alles, dat is maar alles, dat is maar alles. En als ik dan aan hen denk... Dan had ik volgens mij veel eerder moeten doen. Maar dan voel ik me eigenlijk weer goed. Het is echt zo. Ik zit helemaal in de put en dan kom ik bij hem. Weet je, dan zie ik dat gezicht, staat iemand te wachten. Dan ben ik helemaal, echt, ben ik helemaal verkocht. Te grap doet. Lekker schatje. Komt hij aan? Niet sauwtje. Wat heb je gemaakt? Hier is poemetje. Nee. Voor wie is die? Dit is voor jou. Ja? En die is voor Pat. Mama, die is voor Pat. Voor Pat. Oh, wat lief van jou, lieve schat. Wat zoek je? Wat zoek je? Ik heb mijn auto's. Aha. Een nieuwe heb van de kleinbaan. Van Hot Wheels. Kijk. Zie je dan? Van Hot Wheels? Ja. Kijk, kom ook in dicht. Au. Ja. Ben je bang dat er wel eens een moment kan komen dat je niet meer kan spelen? Nee, nooit. Nooit. Toen ik hoorde dat ik die ziekte had, wist ik dat het moment een keer zou komen. En met die operatie, als dat lukt, dan ben ik dus patiënt af. En 15 jaar geleden was dit ongeneesbaar. Dus als het dan geopereerd wordt en het lukt allemaal, dan blijft het nu zoals het nu is. Nou ja, dan speel ik net zo lang. Dat mijn hart niet meer klopt, dan is het afgelopen. Oh. Ja. Maar moet je dan op een andere manier leren spelen? Ja, dat doe ik al. Dat heel, die ziekte is heel, ja, sluipend. Dan voel je, gaat je pink een beetje minder en dat. En dan ga je toch ongeacht aan je andere techniek toepassen. Je gaat pezen gebruiken om bij je snaren te komen. Vandaar dat ik dus ook veel blessures heb en iedere keer een fysiotherapie heb. En dat ik zeg maar 70% van mijn spieren mis in mijn linkerhand. Maar je hebt de kans dat je na je operatie opnieuw moet leren spelen? Nee. He? Nee. Het kan niet slechter worden zoals het nu is. Nee, maar als het beter wordt, dan moet je toch met je vingers anders over die spieren. Nee, dat gaat vanzelf. Dat heb ik al jaren gedaan. Natuurlijk, toen het nog goed was. Dat zit er nou eenmaal in, dat gaat niet meer. Maar als ik wel eens droom over spelen, dan zie ik al mijn vingers bewegen. Dan speel ik met alle vingers. Dus het is met name weer de bewegelijkheid die helemaal niet goed is? Nee. En van je schouders en van je handen? Ja. En de spieren die helemaal vastzitten. Voel je het ook nu? Ja. Ja? Ik heb geloof ik iets van 30 jaar fysiotherapie gehad en het heeft nergens nooit wat op uitgedraaid. Maar ja, toen kwam ik bij haar trekken en toen was het even schrikken. In positieve zin. Toen kon ik mijn knoopje weer dichtmaken met een normaal met mijn wijsvinger, wat ik al 20 jaar niet meer kon. Maar ja, dat schrok me dus dood. En vanaf die tijd ging het zoveel beter. Het spelen, man. Ik kon zelfs een nummer spelen die ik 20 jaar niet meer heb kunnen spelen. Dat kan ik je vertellen. Dat kan je ook niet uitleggen. Mensen geloven het ook niet. Ik stond op punt namelijk om te stoppen, hè? 2 maanden later, voordat ik aan moest. Om de viool en de wilde te stoppen. Afscheidsconcert, concertgebouw, dat was het.
Nou, dan kun je wel aangaan even wat er gebeurd is, hè? Maar die vinger en zo, dat is ja, dat was in één keer. Dat was in één keer. S'avonds had ik een optreden. En hij ging dus mee. S'middags nog thuis op de viool gespeeld, opgevullend. En s'avonds daar... zegt die vinger, die krijg ik niet meer op de toets. Dus maar ik ga straks naar het ziekenhuis. Ja. Voor een laatste gesprek voor de operatie. Want ga je die operatie nog doen? Ja, deze maand. Ja, ik wist echt niet dat ik het zoeken moest. Echt. Ja. Maar het spelen, moet je nu nog veel spelen of valt het mee? Ja, laatste tijd hier wel. Okay. Morgen moet ik ook weer spelen. Maar hoe doe je dat dan? Als het zo... Ja, het moet wel, het is. Okay. Ik denk dat twee blikken wel genoeg is, want het is er vol. Maar dan moet je gewoon aan het eind erin doen, Bart, hoor. Hè? Moet je gewoon aan het eind erin doen. Hey, kijk die knapjes die erin zetten, ze maar. Ja. Wat een ding, hè. Ja, op je verjaardag kook je zelf. Ja. Meestal alles we feesten geven, dan kook ik zelf. Ik vind het ook leuk om te doen. Ja, het leukste wat er is. Buiten muziek maken is dit hobby, is mijn grootste hobby, koken. Als ik me wel eens... dan heb ik een avond niks te doen, dan zeg ik tegen handen, weet je wat, we gaan wat mensen uitnodigen. En dan nodig ik gewoon mensen uit. En dan ga ik snel naar de markt boodschappen doen, dan s'avonds gewoon een dinertje thuis. Eten ook altijd, als ik bij mijn kinderen ben ook. Dan hebben we al gegeten en dan twee uur later, dan begint de eentje zo van, weet je wat ook lekker is? En dat duurt dan meestal twee uur lang, zo'n gesprek. Met als eind dat we toch even zitten te eten met z'n allen. Maar eigenlijk beantwoord jij dan gewoon aan het zigeunerbeeld van absoluut. Eten en muziek maken? Absoluut. Wij zijn met z'n tweeën, Hanna en ik. En als we dan gegeten hebben, dan breng ik meestal naar mijn schoonvader. En die eten er ook van. En die bellen dan ook aan mensen en eten ze nog eens een keer met z'n drieën. Dat maak ik dus eten voor twee personen. Ja, ik kan het niet. Dat is mijn moeder. Dat is mijn kleinzoon. Kleinzoon en mijn dochter. Maar mijn moeder, die is er dus niet vandaag. En mijn kleinzoon ook niet. Dus ik knip ze even uit en plak ze daarop. Dan zijn ze er toch. Zal het weer worden vandaag, hè? Alleen dat handjes schudden, jongen. Oh, verschrikkelijk. Waarom heb je er zo'n hekel aan? Handjes schudden? Verschrikkelijk. Handjes geven en zoenen in Amsterdam, dat is het, hoor. Ze zoenen elkaar 100 keer op de dag. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar... ik probeer het meestal te ontlopen. Je moet ja. Hallo. Ja, dankjewel. Het is mooi, mocht ik hier buiten staan. Dat ik een mooi jaar mag hebben. Ja. Maar kan je zeggen dat je leeft met de dag? Met het uur. Want je was erbij toen in een KL. Smiddag sta ik te spelen. Helemaal van die viool. Ik kom naar het restaurant, ik pak mijn viool uit, zet hem onder mijn kin, dagvinger. Dat bedoel ik. Kunnen we plannen maken? Ja, dat heb ik al afgeleerd. Ik kan niet een plan maken dat ik over een jaar op tournee ga. Dat kan niet. Dus dat soort dingen. Is het ook een veiligheid, geen plannen maken? Ja. Eigenlijk wel. Als ik thuis kom, ligt geen post. Of er staat niemand op het antwoordapparaat, is altijd goed. Nee, je vindt altijd te eng, post. En vier berichtjes. Mensen, Hanna en Mello hebben gekookt. En dat staat hier allemaal voor jullie klaar. Thank you.
Zuidas. Iedereen heeft het naar de zin. En jij ook? Ja, op mijn manier. Ik ben niet zo'n feestmuzikant. Gaat niet kriebelen, dit soort muziek? Tuurlijk wel. Maar niet dat ik... vrolijk van word of zo. Nee. Hoe verklaar je dat? Want ik word er wel vrolijk van dit soort muziek. Ja, wees maar blij. Ik heb echt zin om mee te gaan dansen, maar jij niet. Nee, het afgelopen, oh jeetje. Dansen. Kun je niks meer voorstellen? Ik heb me totaal niks meer voorstellen bij dansen, nee. Voel je dan niet alleen als je daar zo apart staat en niet mee doet? Ja, zeker. Zeker hoor. Ik voel me altijd alleen. Maar het heeft niks meer te maken met niemand hoor. Ik lig mijzelf. Ik voel me altijd alleen. Ik voel me oud. Maar sinds dat mijn moeder eigenlijk weg is. Vanaf tot de dag dat mijn moeder weg was, echt weg was, voelde ik me echt een oude lul. Als je moeder er is, dan ben je nog kind, hè? Ga je nog naar je moeder? Kom, ik ga even naar mama. Of ik was even bij mama. Of ze belt even op om wat te zeggen. Of dan trek jij eens een ander hemd aan. Of scheer je toch eens. Of, Dus best wel het moeilijk gehad vroeger. Natuurlijk omdat mijn ouders zijn gescheiden. Ook wel veel ruzie thuis was. En mijn vader eigenlijk niet veel thuis was. Ja, hij is muzikus, dus veel van huis. Als hij dan thuis was, lag hij eigenlijk alleen maar op de bank te slapen. En wat ik zeg, hij deed niet veel met het gezin. Ondernam niet veel met ons. Nee, ja, wat ik zeg, veel weg. Echt heel veel weg. En drank ook. Ook gewoon op dat soort feesten. Ja, wordt dan gedronken onder elkaar. En kwam die dan dronken thuis. En ik weet ook dat hij het niet allemaal zo bedoeld heeft. En dat hij er ook heel veel spijt van heeft. Dat hij ons eigenlijk ook verdriet mee heeft gedaan.
Wees maar goed, Ronald. Moet je ze nou niet te diep indrukken? Nee. Ik heb ze dus iets hoger gelegd dan de vorige keer. Helemaal goed. Helemaal goed. Okay. Helemaal goed. Ik had deze ooit al gebouwd en toen viel Mello erop. Die wilde hem graag hebben, maar hij speelt niet met gewone snaren, maar met stalen snaren. En vandaar, hij wil ook dit staartstuk erbij. Dat is ook van metaal, anders dan de moderne klassieke violen. Die zijn van hout. Dus we moesten een paar aanpassingen doen, ook voor zijn vingers. Hij heeft de snaar het liefst heel laag boven de toets liggen. Dus daar hoort dan weer een lagere kam bij. Maar in de loop van de tijd, zo'n viool werkt natuurlijk toch, waren de snaren te laag komen liggen. Dus ik heb nu weer een iets hogere kam voor hem gemaakt. En het is gelukkig in één keer goed. Oké, blijf je even hier? Blijf heel even hier. Goed. Ik heb mijn leven lang bijna met 8 ooms gespeeld. Het was alleen maar muziek, weet je? Het was alleen maar muziek. En je vader? Ja, dat bedoel ik. Dag en nacht muziek. Alleen maar muziek. Meer niet. Niks anders. Eten, slapen, drinken, muziek. Eten, slapen, drinken, muziek. Of andersom. Want jij moest nog van je vader? Ik moest. Ah. Ik werd opgesloten. Precies. Ik werd letterlijk opgesloten. Het sleutel. Ja. En als ik eten moest, werd het binnengebracht. Werd gevoerd. Dan ging er een hoop brood het hokje. Ja, inderdaad. En een kop thee. En dan mocht ik, was ik klaar volgens hem. Nou, dan was het aankleden in bed. Als ik thuis kwam, ik was ergens weg geweest of dit. En dan zei ik tegen mijn vrouw, heb je gespeeld? Ja, maar niet lang. En dan riep ik hem naar boven. Was hij buiten spelen met jongens? Ze nullen kwam boven. Zeg, je hebt niet lang gerepeteerd. Ja, dat had ik morgen wel niks aan doen. Spelen. Dan zegt hij, ga ik naar boven toe. Ik zeg, neem je noten mee. Ja, is goed. Maar wat deed meneer nou? Ging hij een plaat opzetten van Bach. En ging hij op de bed liggen. Zeg, ik speel de plaat mee. Met de noten tegelijk. Zeg, ja, is goed. Ik kwam thuis van school en dan kreeg ik te eten en dan liep hij met me mee naar boven. En dan ging zo'n logeerkamer over. Dan ging ik dan naar binnen. En dan deed die deur en deed die slot erop. Dan ging ik studeren. En dan hoorde ik alleen soms roepen, vals. Vals. Zit hij in het kamertje daarna? Nee, op de trap stiekem. Vals. Ja. Misschien met de zachte S nog erbij. Ja, ook dat nog. Ja, natuurlijk. Vals. Ja, vals. 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 Ja. Of hij riep alleen maar nee. En dan helemaal niks meer zeggen, hè? Nee. Oh, jongen. Trauma's heb ik ervan overgehouden. Nou, en toen later kwam ik erachter dat hij boven was met die grammofoonplaat. Toen heb ik die pick-up weggehaald. Toen moest hij beneden in de kamer studeren. En dat viel hem tegen, hoor. Dat viel hem tegen. En dan zei ik wel eens tegen hem, dat is niet goed. En dan zei hij, tata, je kan geen noten lezen. Je weet niet wat klassiek is. Hier staat het toch. Ik zei, dat is niet goed. Maar hij mag ook wel eens mee met hun, als jonkie natuurlijk, ja, meespelen. Tuurlijk, ja, dat was leuk natuurlijk. Hè? Met de ooms en... Ja, dat was altijd fantastisch, jongen, met al die mannen. Dat was natuurlijk een hele mooie leerschool. Dat was een mooie leerschool. En niet alleen muziek maken, hoor. En als mijn zoon 100 is en ik ben 150 en ik leef nog, ben ik nog de baas. Zo is het bij de Sinti's. De vader moet gerespecteerd worden. Maar wat zeg je nou tegen leerlingen? Dat je vanuit je hart moet spelen? Alleen maar. Dat ze geen stress moeten hebben. Dat klinkt makkelijk. Dat ze de viool vasthouden en de stok vasthouden zoals hun het willen. En dat ze als ze bij mij komen voor les, dat ze niks met noten te maken hebben. Of met niks, totaal niks. Alleen maar horen. Spelen, laat eens horen hoe jij het mooi vindt. Hoe vind jij een noot mooi of zo. En zo maak ik los. En als ze eenmaal zover zijn, dan ga je natuurlijk een beetje sturen. Dan pas. Ja. Als je gelijk begint met, je moet zo staan. Ik kwam een keer met Joba, die zei, ga staan. Ik ging staan, zei hij, doe eens zo. Het viool zat nog in de kist, zo. En dan doe je zo. Ik zei, ja. Zo moet je staan als je viool speelt. Zo. Oh. Ja.
eigenlijk waren mijn broer en ik ook wel opgelucht toen mijn ouders gingen scheiden. Omdat natuurlijk thuis de situatie ook niet gezellig was. Of er was eigenlijk gewoon altijd ruzie. En toen kregen we toch een periode van rust. En mijn vader heeft ook echt verteld wat zijn gevoelens daarbij waren. En ja, hoe dat allemaal eigenlijk is gelopen en hoe hij daar zelf over dacht. En ik heb daar heel veel over gepraat. En dat heeft ook wel weer een heleboel veranderd, vind ik. Dan kijk je er toch anders tegenaan. Maar nu is hij helemaal gek met zijn kleinkinderen. Kan je zeggen dat dat een soort inhaalslag is? Ja, denk ik wel, ja. Wat zijn de momenten dat je trots bent op je vader? Als ik hem zie spelen. Dat je dan in zo'n grote zaal zit met zoveel mensen. Dat is een heel mooi gevoel. Dan ben ik echt heel trots. Dan pas. Tada, dan pas. Hij doet het loopje, is allemaal hetzelfde akkoord. Tada, da, 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 da. Maar waarom speel je daar eerst een A voor? Voordat dat akkoord komt. E, E, E. Even die E daarna. Dank je. Loop dan. Bijna 10 jaar geleden zijn we begonnen met Nello. Hij is ook bij het begin van het orkest geweest. En sindsdien is Nello onze trouwe tutor, zeggen we altijd. Wat voegt meer dan een leraar is dat, hè, natuurlijk. Leg uit. Nou, dat het ook een gedeelte cultuur is die hij wil overbrengen. En daar staan, ja, dat willen we ook graag leren. En dus niet alleen de nootjes spelen en daarmee dat het nummer af is, maar ook de
de bedoeling en het gevoel erachter. Maar hoe is het om te spelen zonder van papier te lezen? Nou, ik vind het heerlijk zelf. Met papier lezen ben ik zo'n beetje verleerd. Nee. Ja. Maar wel ooit mee begonnen? Ooit mee begonnen, ja. 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 Maar het geeft veel meer vrijheid, ja. Het is een bevrijding, ja. Ja, is goed. Ja, is goed. Ja, is goed. Ja. En als jij begint, is het gelijk die... Een best stoppen, skip. Je kan ook zo beginnen, hè, Matthijs. Dan tak 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 tak. Even langzaam doen. We zijn nu op het moment dat wij zelf beginnen met nummers zelf een beetje te componeren en zelf arrangementen te maken. Maar nog altijd is het zo, als we dan een nummer hebben zelf gemaakt of geleerd, dan Nello kan het er altijd nog 2-3 lagen overheen leggen. Nu mogen ze iets negatiefs? Ja, hij wil altijd in de aandacht staan, hè? Ja. Dus ook als andere mensen in de aandacht moeten staan, dan is dat, vindt hij dat moeilijk. Ja, dus als iemand anders jarig is en Nello is op het verjaardagspartijtje, dan is Nello toch ook een beetje jarig. Maar je moet toch wel je rekening met hem houden. Ja. En wat er gebeurt als je het niet doet? Ja, nou ja, wij kunnen wel mee omgaan zo langzamerhand. Ja. E, G, G. Even het ritme. Dit is een beter tempo ook, dit is een lekker licht. Kijk, het is veel beter. En dan kun je ook... Skip. Dan kun je even meer muziek maken als het iets langzamer is. Als het te snel gaat, ta-ta-ta-ta-ta, dat klinkt zo lelijk. Probeer maar het tempo aan te nemen. Wij blijven natuurlijk Hollanders, hè? Dus we houden van vastigheid. En dan hebben we een nummer geleerd, dus zijn we trots op. Heeft Nello dat ons geleerd? En dan komt Nello weer met eigen variaties op zijn eigen akkoorden. Ja, en dan moeten we die ook weer... Maar goed, dan moet je flexibel in zijn. En dat is natuurlijk, de muziek leeft altijd, hè? Dus dat is juist goed ook. Het is heel frustrerend af en toe. Dan denk je dat je door hebt. En dan heb je het gewoon niet door. Dat is een cultuur die niet te grijpen valt af en toe. Ja. Meer dan deed. Met deze muziek, de ene keer dan is het een vrolijk liedje. Omdat de prima's die is in een prettige stemming. En het kan de volgende keer zijn dat de prima's zich niet lekker voelt. En dan is hetzelfde blije liedje ineens een droevig liedje. Dat kan gewoon. Johnny Jordaan, Manke Nelis. Nee! Tuurlijk wel. Dat is niet de Westerstraat. Tuurlijk wel, joh. Nee. Die staan niet op een gracht. Die staan niet op de Westerstraat. Ja, ik weet het niet, Nello. Dat kan ook niet zo. Ronald de Jong. Dan ga je vragen waar Ronald de Jong zit. Ik, Ronald, die doet daar boodschappen iedere week. Nou, dat is de Westerstraat. Ach, man, had er eens op. Ben je dan geboren in Amsterdam of in Lutjebroek? Ronald Manello. Ronald, die gracht voor jou, hè? De gracht, zeg maar, voor jou, waar die beelden staan van Manke Nelis. Hoe heet die gracht? De Elandsgracht. Ik dank u wel, Ronald. Tot ziens. Doei. Zo, hè? Je hebt nog gelijk. Hè? Strijd. Thank you.
kinderen die kenden Hanna niet, waar ik al 11 jaar bij zat, heb ik verborgen gehouden omdat ik bang was dat ik mijn kinderen zou verliezen. En toen kreeg ik een zwaar auto-ongeluk. En toen lag ik in het ziekenhuis onder de morfine en toen vond ik het ook, toen interesseerde me niks meer. En toen kwamen mijn kinderen, die kwamen dus binnen en daar zat Hanna naast me. Dus dat was een ontzettend leuk moment om die vrouw van je vader te leren kennen, hè? Dus die kinderen hebben ook wel het een en het ander achter de kiezel, hè? Van Hanna was het ook niet niks toen ze me leerde kennen. Ik was 34, Hanna was net 20 geworden. Dan duikt daar in één keer zo'n wilde, hè, zo'n half wilde, die duikt in één keer op. Nou, dat was niet niks natuurlijk. Maar iedereen had het ook lang niet gedacht dat we zo lang met elkaar zouden blijven. Niemand niet, al die vriendinnen niet. En al die vriendinnen die dat toen zeiden, die zijn allemaal van de mannen af, zijn allemaal gescheiden, zijn allemaal dit en zijn allemaal dat. En voorlopig zitten wij weer met z'n tweetjes hier. Kijk, deze kreeg ik toen we 14 jaar samen. Dus 14 jaar samen waren, kreeg ik deze foto van Hanna. Zie je dat? En het mooiste wat ik van Hanna ooit gekregen heb, dat zal ik je ook laten zien. Dat zal ik je ook even voorlezen. Hier staan allemaal mijn hebben dingetjes. Deze kaart die heet Ik hou van jou kaart. Geldig voor altijd. Met deze pas bent u in bezit van de persoon afgebeeld op de foto. U bent verzekerd van het alleenrecht van veel liefde, vriendschap, plakken, zoenen, alles wat u maar wenst met de persoon in kwestie. Naam Nello Mirando, afgegeven door Hanna Roos. Dat was toch prachtig, of niet dan? He? En dan krijg ik weer een kind, krijgen we weer een kind. Het houdt niet op. Je wordt weer vader. Ik word weer vader, ja. Ik word weer tata. Zigeuner zijn als een mentaliteitskwestie. Niks, ik geloof niet in bloedskwesties. Daar geloof ik echt niet in. Mentaliteitskwestie is het. Maar jij speelt wel viool vanaf je kind zijn. Ja. Omdat ik zelf toch ook wou. En jouw hele familie speelt muziek. Ja. Maar sommigen ook niet beroepsmatig. Dus en ik was gewoon verslaafd in de viool. Echt verslaafd. Dat was niet meer normaal. Maar als je zegt zigeuners, dan zeg je meteen muziek. Hoe komt dat dan? Dat zeg ik niet. Dat zeggen jullie. Ik zeg dat niet. Als ik zigeuners, dan denk ik niet aan muziek. Dan denk ik gewoon aan mijn eigen mensen, klaar. Maar wat hadden ze? De zigeuners hadden. Het enige wat ze hadden was hun instrumenten. Dat was het vertier en het plezier en het verdriet wat ze daarin konden tonen. En wat ze samen zaten. Hè? En je werd verdreven van de ene naar de andere plek. En weinig te eten, en zieke kinderen, en twee wagens en paarden. Nou, je instrument, en dat was toch een beetje. Ben je toch je verhaal kwijt? Dat is het eigenlijk. Het is echt niet bedoeld om andere mensen te amuseren. Muziek is niet niks om te amuseren, vind ik. Dat is een hele serieuze zaak. Maar als je speelt, dan leid je? Ja, soms wel. De laatste tijd heel erg. Heel erg. Omdat ik toch, mijn oom, mijn grootste vriend, Lupa, die is overleden, waar ik mijn leven lang mee gespeeld heb. Mijn oom Morro is overleden, waar ik mijn leven lang mee gespeeld heb. Mijn moeder is overleden, ja, die leven lang voor me gezorgd heb. En nu nog. En nou leid ik wel eens. En dan komen er allemaal melodieën die dan. Melodieën, dat zijn herinneringen voor mij. Bij iedere melodie heb ik een andere herinnering. Ik heb ook melodieën die speel ik niet meer. Dat lijden kan niet aan. Ja, maar zie ik doet pijn, ja. Kan heel pijn doen. Hallo. Hey. Dag. Hallo. Dag. Dag.
gewoon verder. De laatste tijd ook veel meer op mijn ogen een beetje raar. Ik voel me niet zo lekker. Mm-hmm. En ook veel spasmes in deze arm en hand. Wat we het idee hadden op die laatste MRI-scan is dat het toch een soort ja, kiesten. Kiesten, ja. Nee, u kent dat woord. Dus zo'n vochtholt omgeven door een vlies. Dat wellicht bij die opening van die vierde hersenkamer zit en dat de zaak onderhoudt. Nou, het zou best kunnen zijn dat daar natuurlijk iets aan veranderd is, dat het iets groter geworden is. Ja. Ja. Maar stel, je neemt hem op en je maakt de MRI en het is precies hetzelfde als de vorige keer, want dat was eigenlijk nu het idee, hè, om dingen naast elkaar te leggen. Zeg je dan beter niet opereren of als je zelf voelt dat het slechter wordt? Nou, ik denk opereren. Het wel, want we hebben toen ook al gezegd van, nou ja, we hebben toen gezegd van, nou, laten we het even... even uitstellen, omdat u zich eigenlijk fysiek op dat moment ook uitstekend voelde. Ja. Ja. Nou, maar nu is er een duidelijke knik in het verhaal. En als er nu ook uitval komt, dan denk ik toch dat je het wel moet doen. Ja. Ja. Dat hoort? Nou, dat heeft te maken met uw aandoening, ja. Kan de vinger recht maken? En wat is nou het verlies aan functie op dit moment? Deze knijpfunctie, veel vasthouden. Ja. En deze vinger om naar de snaren toe te brengen. Ja. Ja, deze vingers zijn in feite niet echt veranderd? Nee. En hoe speelt u? Speelt u met alle vingers? Of speelt twee u vingers. Twee vingers. De pink en de... Deze twee. Die twee. Okay. Dus deze doet het op het moment niet. Okay. En het pompier de hals. Ja. Nou, of een kans heb ik dat het goed uitpakt of dat het helemaal niet helpt of dat het... verbeterd? Of... De kans dat u daardoor verslechtert de operatie, als hij gewoon netjes wordt uitgevoerd, dan is die denk ik erg klein. En ik weet dus niet zeker met deze achteruitgang of het weer het oorspronkelijke niveau krijgt. Dat hoop je natuurlijk wel. Ja, maar het is natuurlijk voornamelijk te voorkomen dat het niet nog verder achteruit gaat. Maar er zal misschien, u vertelde ook, er zal misschien een hele kleine kans zijn dat het toch de functie een klein beetje toeneemt. Ja. In de handen, in de vingers, die spieren die het nog doen. Ja. Maar ja, goed, dus dat een beeld is alleen maar meegenomen. Mm-hmm. Maar dat wil je zeggen, ik vind het belangrijkste dat het niet slechter wordt. Nee, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Hoe is de operatie verlopen? Beter als ooit. Beter, dat had niet beter gekund. Wel zwaar. Behoorlijk ziek geweest. En hij was helemaal verbaasd. Hij was helemaal verbaasd hoe het ging zelf. Ja, ik ben genezen, hè? Echt. Let echt. Officieel genezen verklaard door de arts. Hoi. Oh, vis. Dat moet ook, hè? Wat voor je? Ja. Het is al vis. Taalbot, verse. Ben je benieuwd? Hè? Ben je benieuwd? Ja. Nu die operatie zo goed is verlopen, sta je dan anders in het leven? Ja. Nieuw. Opnieuw. Opnieuw geboren. Opnieuw geboren, Bob. En hoe moet ik dat zien? Ik kan alles weer.
heb geen beperkingen meer, alleen dan die hand nog. Maar dat trekt allemaal bij, dat herstel zeg maar, wat bezig is. Dat duurt nog, dat gaat 2 jaar door nog. Dus, ja, het is echt ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk, is het. Kijk, deze stok, dit was eigenlijk de stok die mij aan deed zetten tot de afspraak met Andreas dat hij een stok voor me gaat bouwen. Kijk, ah, mensen vinden dit vreselijk. Als de vioolpolitie langskomt, krijg je gevangenisstraf als je hiermee speelt. En waarom? Ja, dat kan niet. Dat is te ordinair hè, voor de gewone man. Omdat er een parel op zit. Ja, dat is ook hartstikke mooi. Het leven moet toch mooi zijn? Wacht maar eens als je straks mijn spul ziet wat op de stok. Dat is nog erger voor de gewone man. Ik heb geen evenwichtstoornissen meer. Ik heb geen spasmes meer. Ik voel weer warm en koud. Ja, het is niet te geloven wat er allemaal gebeurt. Het is echt letterlijk niet te geloven wat er allemaal gebeurt. En dat meen ik echt. Ik had nooit verwacht dat ik het zo zou voelen. Ik had natuurlijk wel gehoopt, dat ik me wat beter zou voelen. Maar dat ik me nou zo voel zoals ik me nu voel, heb ik me nooit van mijn leven nog nooit gevoeld. Niks, nergens. Ik heb nergens last van. Ik heb hier volop plezier in de muziek maken, volop. Maar zeg je nou dat je de laatste jaren maar zo'n beetje gespeeld hebt? Ja, niet echt met plezier of zo. Herboren. Letterlijk herboren. Dit wat is mijn stok. Dat is volgens mij de stam die je uitgezocht hebt. Ja, dat is mijn stok. Dat wordt mijn stok. Ik heb wel mooi hout uitgekozen. Hè? Het beste. Ja, je hebt wel een beetje een oogje ervoor. Hè? Ja, hè. Maar kun je dat voorstellen? Zo'n stok met dit. Eens kijken, joh. En hier komt dan ook een monogram in. Ja, ja. Of we doen in plaats van deze een goud zeg maar streepje met jouw naam erin. Ja. Het haar, dat is altijd paardenhaar? Ja, dat is altijd paardenhaar. En er is nooit een substitutie voor gevonden. En dat is sinds 1000 jaar hetzelfde. Misschien zelfs langer. Jeetje, Mina. Ik weet het zeker, dat wordt echt, dat wordt een superstop. Die is al 30 jaar oud. Ja. En zeg maar, een jaar geleden heb ik hem gebogen. En dan moet hij weer liggen, zodat alle tensies die er nog in zitten, die moeten weer zich zetten. En waarom wil je daar briljant in hebben? Gewoon, oh, zoveel mooier. Ik ben eigenlijk al alleen maar van glinsteren. Beetje zigeuner. Ja, ik ben natuurlijk niet van niks een zigeuner, Bob. Dat zou je niet zeggen. Nee. Wat speel jij nog zoals vroeger met je vader en met je oom voor grote groepen mensen? Jawel. Dat gebeurt nog wel eens. Ja, dat wordt ook minder, hè. Mensen, mannen worden, zijn ook in 20 meer. De mannen al dik in de 70. De laatste tijd 2 kwijtgeraakt, dus... Eigenlijk kun je niet meer spreken van een echte zigeunorkest van Tata Mirando, weet je. Gaat niet. Maar wanneer neem je nou een besluit om zelf een stok te laten maken? Wat is dat moment? Als je totaal niet met andere stokken... Dat is altijd wel iets wat je niet bevalt bij een stok. Bij viool is het eigenlijk ook zo, maar minder. Een stok is zo persoonlijk. Een stok is zo verschrikkelijk persoonlijk. Een stok is nog belangrijker als een viool. Als je een verkeerde stok hebt, niks, dan kun je maar niks. Kun je geen toon maken, gaat niet. Maar als het zo belangrijk is, waarom heb je dat nou eens eerder laten doen? Nou, ik ben nou op een punt dat ik denk van ja, ik ga het doen. Ik vond het altijd wel goed zo. Maar er komt natuurlijk ook nog bij kijken, nu dat ik toch een andere viool, hè. Nou ja, dat is al een verademing, dat ik helemaal verliefd op ben. Ja, er komt ook nog bij dat ik nou 2 weken geleden in het ziekenhuis door heb gereden, dat ik officieel helemaal genezen verklaard ben.
Maar half papieren verbranden, ik hoef niet meer naar het ziekenhuis, ik heb niks meer. Ex-Gayari-patiënt. 10 jaar geleden was ik ongeneeslijk ziek. Nou, niet meer. Ja, dan wil ik verder, dan wil ik ook verder. Dan ben je 50, ben je toch niet te oud. Dan wil ik een eigen stok. Iedere morgen ben je wakker met pijn. Iedere morgen. Geen uitzondering, gewoon iedere morgen ben je wakker met pijn. Klinkt heel gek, maar dat mis je bijna. Pijn. Bang dat het terugkomt? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ik ben ooit moeilijk geweest, hoor. Ik weet het niet. Nou ja, ik denk het wel, natuurlijk. Tuurlijk. Maar ja, ik weet niet wat mensen moeilijk vinden. Tegenwoordig vinden ze al heel gauw iets moeilijk. Nou ja, veel mopperen. Ja, nou ja, dat zou ik altijd blijven doen. Ik ben al eenmaal een mopperaar. Vanavond als je speelt, kan je vader trots op je zijn. Ja, dat is hij ook. Dat is hij ook, alleen dat heb ik nooit gemerkt. Ik kon altijd beter. Ik kon altijd beter. Maar het is alleen maar goed. Achteraf zeg ik dat dan, hè? Het is alleen maar goed. Maar heb je dat eens ooit wel eens gezegd? Nooit. Ik hoor het wel via van andere mensen, maar ik heb het nooit gezegd. Ben jij trots op je vader, wat hij bereikt heeft? Zo. Geef het je te doen uit een gezin van 22 kinderen. Met 2 woonwagens in Nederland komen. Die letterlijk en figuurlijk onder de grond moeten leven in de Duitse tijd. En dan zo eruit komen. Doen er niet veel, hoor. En weet hij dat je trots op hem bent? Ja, ik denk het niet. Ik denk het niet. Jammer dat je vader vanavond niet bij is.
We zouden ineens bij willen zijn, denk ik. Nee, hij zou er ineens bij willen zijn. Ik denk dat het toch een... Ik ken ze natuurlijk, hè. Ik denk dat het toch een beetje steekt. Weet je, hoe het ook, hoe het ook went of keert. Als ik mijn vader met anderen zou zien spelen, dan denk ik ook toch van... raar, weet je. Als je leven lang met hem gespeeld hebt. Dus ik denk dat het toch wederzijds een beetje... Want ik moet niet vergeten dat ik dus 35 jaar lang met die mannen gespeeld heb, hè. Met mijn vader ons 35 jaar. Maar je kunt je niet voorstellen dat zolang je vader leeft, dat jij een eigen orkest hebt? Nee. Nee, kan niet. Is dat verruimd? Ik ben een blijfzigeuner, hoor. Pas op. Ik heb wel ruime meningen, maar ik ben een blijfzigeuner. Mijn vader is mijn vader. Dat is onrespectvol. Dat zou doen. Dat is respectloos tegenover mijn vader. Dus dat doe ik niet. Maar ja, op de poster staat première. Ja, dat is toch ook een première? De première volgens mij is een eerste keer. Dus ik speel hier een eerste keer met dit orkest. Dat is een première. Bob, ik ben een Mirando en ik blijf erin. En net wat ik zeg nogmaals. Zolang mijn vader en oom er is, blijf ik een Mirando. Thank you.